Kun jij je schoenen strikken? Ja. Ja, mooi zo. Ik ook. Maar je kan dat heel razendsnel. Ik heb namelijk een schoen die zichzelf strikt. Ik hoef zelf helemaal niks te doen. Die schoen doet alles lekker. Kom op, kijk, inzoomen. Daar gaat hij. Ik ga wel een beetje schudden. Schudden. En de schoen heeft zich gestrikt. Dat was nog een slinger van het kampioenschap. Hoe doe je dat? Zeg ik niet. Een goochelaar geeft nooit een tenimmer zijn geheime prijs. Maar wel aan zijn collega's. Onderling lijkt het minder een probleem. Dat mag, onderling als goochelaar. Maar dan ook alleen aan goochelaars. Noem een kaart. Noem nou eens gewoon een kaart. Harte aas. Maar wij zijn, denk ik, vooral goed dat we met elkaar zoveel erover praten. En we zijn kritisch. Als ik hier kom en ik zeg, joh, ik heb een nieuwe truc en die laat ik dan zien. Dan schamen ze zich niet om te zeggen, slecht, echt. En dan gaan we er gewoon over discussiëren wat er nou zo slecht is aan die truc. Buitenstaanders zal misschien eerst denken van zo, dat gaat er hard aan toe. Maar we vinden het prettig om elkaar binnen een vertrouwde sfeer gewoon te kunnen zeggen waar het op staat. En daar groeit een act van. En dan elke maand terugkomen met verbeteringen en elke maand ideeën erin verwerken, net zolang dat je een goede act hebt. En dan kom je veel, veel verder. En dan gaat het niet eens meer over goocheltrucs, maar dan gaat het plotseling over communicatie. Dan gaat het over hoe je met kinderen omgaat. Want dat is misschien wel veel belangrijker dan een goed truc. Ik heb een andere methode bedacht om een servetje kapot te scheuren en weer heel te maken. Want we kennen natuurlijk allemaal de methode. Nou ja, goed, dat ga ik nu niet zeggen, want dan mogen jullie helemaal niet weten. Maar dit is een nieuwe methode. Verstand hebben van hoe mensen naar je kijken en wat ze dan denken, zodat je ze ook kunt afleiden. En wat ook heel belangrijk is, is dat je er een verhaal bij vertelt. In ieder geval voor kinderen. Want het verhaal is zeker net zo belangrijk als de truc die je doet om het interessant te houden. Eigenlijk sta je een stukje toneel te spelen. En als je geen leuk verhaal hebt, dan wordt het al heel gauw saai. Goed in de gaten houden. Hou dit propje in de gaten. Kun je inzoomen? Oké, hou dat propje in de gaten. Goed kijken, jullie ook allemaal. Kijken. Want nu gaat het gebeuren. Als je dus nu de televisie uitzet, dan mis je het en dan lig je vanavond in je bed te balen als een stekker. Kijk naar de kapotte prop. Het allerleukste vind ik dat je de kinderen heel erg kunt laten lachen. En wat ik zo bijzonder vind, is dat je ook aan mensen kunt laten zien dat goochelen iets is niet wat ik doe, maar wat vooral bij jou in je hoofd gebeurt. En dat vind ik zelf heel bijzonder. In het kort word je gewoon besodemieterd. Het enige verschil met andere mensen die je besodemieteren, goochelaars vertellen eigenlijk van tevoren dat je besodemieterd wordt. Dus dan blijft het toch eerlijk. Maal. Heel.